Nou, je haalt het zadel eruit, je steekt een staafmotor erin, akkertje erop, je drukt op een knopje en de pedalen draaien vanzelf. Zo makkelijk is het. Al eerder gingen er geruchten over mechanische doping in de wielersport. Maar nu er echt iemand verdacht wordt van het gebruik van een motortje, is er toch de schok. Waarom is dit anders dan de doping die we al kenden? Bloeddoping, EPO, noem het allemaal op. Nou, dit raakt intrinsiek aan de waarde van de sport. Hè. Dit is iets gemotoriseerd. Een uh, medicatie gebruik je om sterker te worden of sneller te herstellen. Na nou, een hele lange rit in de Tour de France bijvoorbeeld. Maar dit, ja, dit gaat niet om fietsen. Dit is gewoon een motortje wat je helpt. En de kracht van die motor is vele malen sterker dan welke doping dan ook.